Scotch eggs. Kook 9 eieren 5 minuten. Laat schikken onder koud stromend water en pel ze. Verdeel 4 hamburgers in 9 porties. Leg telkens 1 portie tussen vershoutfolie en rol uit op plakjes van 12 centimeter. Scheid ze van elkaar met bakpapier. Leg 1 ei in het midden van het vlees en vouw het vlees met behulp van het bakpapier rondom het ei. Druk de randen voorzichtig aan. Herhaal met de rest van het vlees. Verhit 1 liter zonnebloemolie in een ruime pan of frituurpan tot 180 graden. Controleer eventueel de temperatuur met de keukenthermometer. Rooster 3 sneetjes witbrood in de broodrooster goudbruin. Doe 50 gram bloem in een diepbord. Klop 1 ei los in een tweede diepbord. En verkruimel het brood in een derde bord. Haal de eieren achtereenvolgens door de bloem, het losgeklopte ei en broodkruim. Frituur de eieren in 3 delen in 4 minuten goudbruin en gaar. Neem met een schuimspaan uit de pan. Laat uitlekken op keukenpapier. Halveer de eieren. Serveer met mayonaise. Zo maak je Scotch eggs.